Hey, hallo allemaal. Lief allemaal, welkom bij deze trailer. Het is binnenkort weer volle maan. 19 april is het volle maan. 12 minuten over 1 is die helemaal vol. En dit is weer een dubbele video voor de vrouwelijke en de mannelijke energie. De trailer, want dit is een betaalde video. En de volledige video kun je aanschaffen in mijn webshop. Het is bijna een 2 uur durende video. En je kunt hem 10 keer downloaden. Het is weer super, super, super bijzonder. En wat ik zo ontzettend gaaf vind, is dat deze reading vooral de tweede deel, want dat is de mannelijke energie, is volledig een aanvulling op de laatste gratis video die ik heb geplaatst. En ik ga er iets van verklappen. Het gaat namelijk om die man die in evenwicht is met zijn hoofd en hart. Man holding a heart. Het is een liefdevolle man, heeft hij zich in zichzelf hervonden. Hij kan ontstijgen aan zijn verleden. Maar er is waarschijnlijk nog één dingetje wat er nog een. Weet je nog, in die video is er een delay. Het komt hier ook allemaal weer naar voren. Dat is het bijzondere. Het is echt een 100% aanvulling op de laatste mannelijke energie. De man die er klaar voor is om die gelijkwaardige liefde aan te trekken en om daarnaar toe te bewegen, dat is die Angel of Love. Hij is bij de victory, dicht bij de overwinning. Kwam ook in die reading naar voren. The Angel of Love. Ga ik je vertellen. Rechtop. Tender connections. Dat kan dan ook als diezelfde man is in zijn hart, die in zijn hart terecht is gekomen. Balans tussen hoofd en hart. Dan is er die overwinning. Deze engel geeft de boodschap dat er toenadering onderweg is met betrekking tot je ware geliefde. Een diepe, meer intieme connectie met iemand die al in je leven is, maar en nu beschikbaar voor je is. Een grotere tederheid beschikbaar voor je is. Maar herinner jezelf altijd dat je eerste intentie voor tederheid altijd innerlijk moet zijn. Je moet compassie hebben voor jezelf. En dan trek je ook dat in anderen aan. Maar er is dus een upcoming approach. Maar deze man moet waarschijnlijk nog één obstakel overwinnen. En dat kwam de vorige keer ook al naar voren op YouTube. Dat er nog een obstakel was met betrekking tot lines of communication. Is standing in your way. There is a delay. Er is een uitstel. Er is een vertraging. Dat komt omdat de waarheid gesproken moet worden. Deze man leeft al een geruime tijd met pijnlijke geheimen. Het is een enorme burden, het is een enorme last. En er moet bevrijding plaatsvinden van deze burden. En dat kun je alleen maar zelf doen door de waarheid te spreken. En dat komt er nu uit. Eerlijkheid. Niet langer ontkennen en bereid zijn tot transparantie. Duidelijk zijn naar anderen. Doe je masker af. Ik zal hem voorlezen. Er is de waarheid, het wezen van iets. En er bestaat een waarheid, afhankelijk van de aanhanger van de filosofie of degene die erin gelooft. Maar dit is niet het moment om te debatteren over de vraag welke waarheid waar is. Dit is het moment om je eigen waarheid luid te verkondigen en om transparant te zijn, eerlijk en open in het contact met anderen en met jezelf. Door je over te geven aan wat is en door in te zien dat jij zaken ontkende,
en jij vasthield aan een illusie, zul jij je bevrijd voelen. Wees echt, glorieus imperfect en spirit zal met wonderen reageren. Dit is nog een obstakel. Geweest of is al overwonnen of moet nog worden overwonnen tijdens deze volle maanperiode. Het is tijd om je pijnlijke geheimen open te gooien. De waarheid te gaan vertellen. En voor jouw ware geliefde te gaan. Want je gelooft het wellicht niet, maar ook deze ga ik verklappen. Ook in deze reading kwam op het laatst deze eruit gerold. De spirituele eenheid ligt voor je klaar. Als jij bereid bent om transparant te zijn en voor eeuwig en altijd die pijnlijke geheimen achter je te laten, open te gooien en de waarheid te spreken. Lines of communication. Jij bent degene die de uitstel in stand houdt of verbreekt. Een prachtige reading. Een vervolg dus op de laatste gratis video. Betreft de mannelijke energie. Maar deze video bevat ook nog een hele mooie boodschap over de mensen die meer in die vrouwelijke energie zitten. En het kan zijn dat je van beiden op jezelf van toepassing vindt. Maar dat kan, want als je nog niet in balans bent, heb je en het ongezond vrouwelijke nog bij je. En het nog mannelijke, wat misschien nog uit evenwicht is. Boodschappen voor een ieder. Gebruik altijd je eigen intuïtie. Dat is heel erg belangrijk. Okay. Volledige video dus te bestellen in mijn webshop. Onderaan deze video zet ik de link, rechtstreeks de link naar mijn webshop. Als er problemen zijn met de bestelling, neem dan alsjeblieft contact met mij op. Ik zoek altijd voor een oplossing. Want wat je betaald hebt, ga je ook ontvangen. Dank voor ook het aanschaffen van deze video's. Mijn dank is groot. Je krijgt er echt iets voor terug. Het is een hele mooie uitwisseling van energie. Super weer, magisch. en hier hou ik het maar bij. Dag allemaal. Een fijne lenteperiode. Het wordt prachtig weer. Geniet ervan. En tot de volgende video. Heel veel liefs. Bye.